Vrienden, vandaag is het weer een grote dag. Ja, kijk, kijk hier, kijk die auto hier. Ja, want ze komen het tuincentje, of hoe het ook heet. Hoe heet het ook alweer? Loungebank. Loungebank. Ja, die komen ze brengen. De ware volgers, die hebben ons gezien van de week. Hebben het allemaal uitgezocht. En nu komen ze hem hier thuis brengen. Nou, uit deze auto moet het komen. Kijk, daar zijn de heren bezig hoor. Ja, heren, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, tadaa. Ja, daar gaan we hoor. Kijk, dat is het eerste zitje, jongens. Het zitje. Kijk, even kijken of het er doorheen gaat. Daar gaat het om. Ja, ja. Lukt het allemaal? Ja, ho. Draai. Ja, draai. Ja, ja. Gaat er tussendoor? Ja. Gaat er tussendoor? Ja. En Jut erachteraan natuurlijk. Hier. Die volgt het allemaal. Kijk. Zo. Komt ie aan. Daar komt ie aan. Hup. En zijn neergezet. Kijk. Zo komt het te staan dan. En Jut, die zit er al in. Kijk, er zit nog geen kussen in. Heerlijk. Ja, hier. Heerlijk, zegt ze. Nou, hop, dan komen ze alweer langs hoor. Ja, dan gaat hij gewoon door. Huppakee. Daar komt de tafel te staan. Hier, bankie. Tafeltje. Hup. Door het dingetje heen. Ja, gaan ze weer. Zo komt het te staan. Kijk, is een hoekje. Kijk, ja vrienden, en kijk, de echte volgers die zien het al. Kijk, ja. Ik had uitgekozen met zwarte kussens. Ja. Maar Jutty is gebeld. En die heeft gehoord dat zwart, wat was daar ook alweer mee? Die verkleuren heel erg. Dus, oh, die verkleuren heel erg in de zon. Ja, dus, en ik vond ik zo mooi, dat zwart. Dat gaat dus even niet door voorlopig. Nee, we hebben nu even wit, maar we gaan... Oh, we hebben nu even wit, ja. Nou, daar komt ze aan hoor. Hup. Jut zit nu officieel in de bank. En? Heerlijk, hier hou ik het lang vol. Ja? Hoe gaat het verhaaltje verder, schat? Nou, ik ben niet zo gecharmeerd van de hele witte kussens. En, Oh, hebben jullie die zin gehoord, jongens? Jut, ja. Let op hè. Jut is niet zo gecharmeerd van de witte kussens, ja? Dus? Jut vindt die witte kussens niet zo mooi, dus, nou wat, ja? Ik ga op zoek naar een extra, ander kleurtje. Oh, we krijgen een ander kleurtje, kussen erbij. Och jee. Ja, dat zijn de kleuren. Daar moet uit gekozen worden. Ja, ik vind eigenlijk een beetje zo'n taupekleur wel heel mooi. Taup, wat is taup? Taup. Ja, een beetje dit. Dan moet ik weer weten wat taup is, vrienden. En wat is dat grijze kussen dan? Krijgen we nou grijs en wit in huis? Dat is even een voorbeeld. Oh, dit is een voorbeeld. Maar dat gaat het niet worden. Nou, ik vind het wel mooi, nee, dat grijs. Je mag je er niet mee bemoeien. Ik mag me er niet mee bemoeien. Ja. Nou. Hé, hey, ja, heb je dit gehoord nou? Ik mag me er niet mee bemoeien. Met de kleur. Met de kussens. Nou. Hier, kijk, er zit hier. Zit te studeren hoor. Kijk. Ja, daar mag ik niks meer zeggen. Maar dat is ook wel terecht, want ik weet niet wat taupe is. Ja. Zitten er wel die tegels vast? Oh, kijk, ja, je ziet het, topoverleg hier. Hè? Ja, topoverleg over de kleur. Nog steeds geen witte rook hoor. Nee, nog steeds overleg daar. Hier, het Vaticaan komt zo met de uitslag van de kleur. Nou, daar komt hij, vrienden. Ik geloof dat er toch een uitslag is. Zeg het maar, wat voor kleur gaat het worden? Ik denk dat ik voor deze kleur ga. Zo. Ik denk dat ik voor deze kleur ga, niet te licht. Die kleur gaat het worden, vrienden. En wat dat is, mag God weten. Wat is het, bruin? Dat is de taupe. Dit is de taupe waar we het de hele tijd over hebben. We ja, krijgen dus taupe. Ja, ze vinden het weer geweldig. Nu heb ik gezien wat het is. Ja, zeg even gedag, lieve. Geweldig, taupe. Zeg even gedag hier. Zeg gedag, ja. Oké, tot de volgende keer. Dag.